Is het erover eens, jongens, hij is de man van de wedstrijd bij Groningen. Vind je dat zelf ook? Ja, ik vind dat ik vooral de eerste helft wel belangrijk was. En mijn acties die lukten allemaal. En ik zat er lekker in. Maak jij dan optimaal gebruik van de omstandigheden? Want de toplaag van het veld in verband met de vorst is een beetje gladderig. En dan kun je heerlijk je acties maken. Nou, dat maakt mij niet zoveel uit. Nee? Die acties blijf ik maken. Nee, maar de verdediger trapt er misschien iets makkelijker in omdat hij iets meer glijdt. Dat kan, ja. Ja. Waarom scoort Groningen maar één keer uit al die acties? Dat weet ik niet. De mogelijkheden die zijn er wel. En we trainen er ook vaak op. En ik denk vooral met Jurgen praten we daar vaak over. De mogelijkheden die zijn er wel. Alleen vandaag gingen ze er net niet in. Ik denk als je hem in de eerste helft 2-0 op voorsprong komt, dat het eigenlijk wel gespeeld is. Want ook meteen weer naar rust komt er een goede voorzet waarbij de tweede paal veel meer mee gedaan kan worden. Ja, klopt. Nou, wat ik net zeg, net niet. En gewoon doorgaan en de volgende keer moet het beter. Als je nu de kleedkamer inloopt, verwijt je het dan je collega's dat ze het niet afmaken, die voorzetten? Nou, we hebben het wel over. Ik heb het ook gewoon aangegeven. En daar praten we over. En in de komende dagen gaan we daarover praten. Maar dan krijg je de beelden nog 100 keer te zien en dan wordt er gezegd wie wat fout heeft gedaan. Ja, denk ik wel. Ja. Nou is het wel zo dat jullie winnen met 1-0 en jullie maken het zelf eigenlijk ook nog spannend. Die laatste 20 minuten. Ja, klopt. Dat zeg ik. Ik zeg, als je in de eerste helft eigenlijk al met 2-0 voorkomt, dan is de wedstrijd al bijna gespeeld. Dan krijgen we nog een rode kaart. En nu maken we het ons zelf lastig. Ik denk na ongeveer 67 minuten spelen we eigenlijk echt goed voetbal. En zijn we de baas op het veld. En dan maak je het jezelf een beetje moeilijk. Ja, waar gaat dit toe leiden? Ik hoop op iets moois. Gewoon doorgaan met wat we nu aan het doen zijn. En overwinning is natuurlijk lekker voor het gevoel. En doorgaan naar de volgende wedstrijd. En nog even schaatsen dit weekend, hè? Morgen is het nog prima ijs. Ik blijf lekker binnen. Ik was er al bang voor. Dankjewel, man. Alsjeblieft.